Geldermalsen worden steeds meer spandoeken opgehangen uit protest tegen de mogelijke komst van een AZC. De plannen voor het opvangcentrum met de 1500 plekken bezorgt sommige inwoners slapeloze nachten. Doe mee, geen AZC, valt te lezen op de parkeerplaats van de wethouder. Maar ook op de plek van de burgemeester staan stevige teksten op doek. Aan de voorkant van het gemeentehuis moet burgemeester De Vries het ook ontgelden. Meneer, u heeft de spandoek opgehangen. Waarom? Ik vind het hier al druk genoeg. Ik bedoel, we hebben hier al veel te weinig huizen voor onszelf. Laat staan voor 1500 extra. Mijn kind moet hier in Geldermalsen opgroeien en ik ben bang voor zijn toekomst. Geweld, de misdaad, de diefstal, of mijn kind daarbij betrokken wordt. Mijn kind die is nu 7, over 10 jaar 17, die gaat daar last van krijgen. Langer dan niet genoeg spandoeken? Nee, ik vind echt totaal van niet. Waarom ik dit doe is meer omdat ik vind dat de gemeente het op een hele vieze manier heeft gespeeld. Natuurlijk moeten ze wel helpen, maar niet op deze manier. Spandoeken voor de komst van het grote AZC zijn nergens te zien.